Welkom in onze tuin. Hoi meneer, wat aan jou? Wie verdient er juist nu een extra mooie kerst? Deze vraag stelden we de afgelopen tijd via onze socials. Nou, er werd heel veel op gereageerd. En daarom ga ik in deze serie langs bij mensen die wel even een hart onder de riem kunnen gebruiken of een steuntje in de rug. Waarom? Omdat ze dat verdienen of gewoon heel hard nodig hebben. Nou, vandaag ga ik naar Leni en Leni wil heel graag haar dochter Linda verrassen. Ik heb het vermoeden dat jij Leni bent. Ja, inderdaad. Hallo Leni. Ik doe het even zo, want ik heb een kerstboom bij me. Wat leuk. Ja, je moet me maar even uitleggen. Het gaat om jouw dochter Linda. Ja. Jij wil haar verrassen. Wat is voor jou de reden daarvoor? Nou, Linda die heeft al ruim anderhalf jaar klachten van long-covid. Ja. In een dusdanige mate dat het haar leven beïnvloedt en zij eigenlijk heel erg aan huis gebonden is. Dus ja, dat heeft een heel impact op haar leven. Ze was altijd heel spontaan, ze zong heel graag, zat in koren, had een hele groep vriendinnen, ja, was gewoon altijd lekker bezig. En nu, ik ken mijn eigen dochter op deze manier niet terug. Nee joh? Nee. Joh, en dat komt dus gewoon door corona? Ja, ja. Zij heeft in de eerste golf heeft ze de corona gehad. Ze is heel ziek geweest, heel benauwd geweest en... Ja, eerst dachten we dat ze op zou knappen, maar die klachten die blijven haar achtervolgen. Ze heeft heel veel last van overprikkeling en ze heeft ook cognitieve klachten. Bij ons staat de klok bijvoorbeeld al anderhalf jaar stil, omdat dat tikken voor haar net is of dat ze op een gong slaan. Oh, zelfs zo ver gaat dat? Ja. Maar word je er zelf niet helemaal mistroostig en moedeloos van? We proberen met elkaar de moed erin te houden, maar het gaat echt aan je hart. Ja, als er niemand ziet, dan kan ik mijn tranen de vrije loop laten, maar er is al zoveel gebeurd. Nou, is dit jouw idee om haar te verrassen? Wat hoop je hiermee te bereiken? Nou, dat ze gewoon dat we even een hart onder de riem steken. Van joh, hou moed en Gaat ze dit waarderen? Ja, ze zal wel even verschieten van kleur. Ik denk dat ze even moet acclimatiseren. Okay. Maar ze gaat het geweldig vinden, ja, dat weet ik zeker. Linda heeft er echt geen idee van dat je dit geregeld hebt. Nee, ze zit klaar in de serre, in de verwachting dat de vriendin komt. Dus je mag gewoon achterom komen. Op jouw verantwoording, hè? Ja hoor. Wanneer is deze actie voor jou geslaagd? Ja, als ik haar glimlach zie en dat ze denkt van, oh, dat is allemaal voor mij. Okay. Dan denk ik, het is echt voor jou. Ja. Nou, ik zou je iets geks zeggen. Ik zou nu eigenlijk ook willen dat het ook wel een beetje voor jou is. Want volgens mij ben je wel een moeder die wel heel veel voor de dochter doet. Ja. Dus bij deze zeg ik nu al dat het ook een beetje voor jou is, deze actie. Nou, dank je wel. Maar ik roep je zo bij, ja? Prima. Tot zo. Tot zo. Nou, daar gaan we dan. Achterom. Nou ja, kijk jongens. Welkom in onze tuin. Meneer van de EO. Zo, hallo zeg. Hoi. Hallo. Welkom. Bert. Leo. Maar kom niet voor jou, Leo. Nee. Dat wist je, hè? Nee, prima. Ja, dat wist ik van, ja. Hoi, meneer van de EO. Je moet er nou om lachen al, hè? Ja. Ja, ik ben Bert. De kerstboom. Ja? Kijk, die ga ik gelijk even bij je neerplanten. Om in de sfeer te komen. Zo, daar zit ik dan. Ja. Ja. Hallo. Had je enig idee dat ik zou komen? Nee, totaal niet. Heb je enig idee waarom ik hier ben? Ik kan niet zo heel goed onthouden, dus ik weet het even niet. Nee, maar misschien had je dit ook nooit kunnen onthouden, omdat je het gewoon niet weet. Je moet me eerst even wat uitleggen als je wilt. Ik zie een goed uitziende jonge vrouw zie ik hier, maar ik denk dat ik dan heel veel niet zie wat er wel is. Ja. Ja. Kun je een klein beetje vertellen wat er aan de hand is met jou? Ja, ik heb long-covid. Ja. Hoe gaat het nu met je? Sorry dat ik nou zei dat het me nou zo raakt. Ja, dat geeft niet. Ik kan gewoon nog niks eigenlijk. Hoe ziet je leven er dan nu uit? Ik probeer waar ik kan iets te doen, maar het is heel weinig. Ja. Boekje lezen, muziek, af en toe muziek luisteren. Ja, kerst staat voor de deur. Ja. Nou is dit een totaal andere kerst dan 2-3 jaar geleden. Ja, zeker. Hoe ga je nou bijvoorbeeld de kerst vieren? In jouw situatie? Ja, gewoon hier thuis. Ga ik naar de kerkdienst wel kijken. Ja, maar je kan bijvoorbeeld niet naar de kerk toe. Nee. Het is moeilijk te bevatten, hè, voor mensen die niet kennen. Je leest er wel wat over long covid. Ja. Kun je me eens een klein beetje vertellen wat er dan gebeurt?
Als je te veel prikkels krijgt of als het te veel voor je wordt? Nou ja, ik ga heel snel zwarte vlekken zien. Ja. En ik krijg heel veel mist in mijn hoofd. En dan zie ik jou bijvoorbeeld wel praten, maar dan begrijp ik helemaal niet meer wat je zegt. Ik kan niet meer, ja, er komt niet meer binnen. De dag zelf denk je, nou, het gaat nog een beetje, ik heb last van mijn hoofd en dat soort dingen. Maar de andere dag kan ik dan echt mijn bed niet meer uitkomen. Nou, ken ik je niet zo lang. Je lijkt me redelijk opgewekt. Ja. Maar als ik je hoor, als ik je dit hoor vertellen, kan ik me overzien dat het soms gewoon onuitstaanbaar is. Ja. Word er ook soms niet heel boos of moedeloos van? Ja, soms wel. Wanneer bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als ik zie dat mijn koor bijvoorbeeld een hele leuke uitvoering heeft en ik kan niet mee. Of ja, de familie heeft een leuke familiebijeenkomst en ik moet dan weer thuis blijven. Ja, wat houd je op de been? Ja, eigenlijk God, eigenlijk kan ik wel zeggen. Want dan denk ik, soms sommige momenten denk ik toch van ja, waarom leef ik eigenlijk nog? Want ik kan niks meer. En dan komt er toch weer ineens een lied, bijvoorbeeld via mijn Spotify of zo. En dan denk ik, ja, God wil continu tegen mij zeggen. Ook al denk je, het komt nooit goed. Ik zal echt zorgen dat er licht komt. En dat, ja, dat blijf ik gewoon hopen, echt. Ja, en waar hoop je dan op? Ja, dat ook al, ja, misschien is dit wel voor altijd. Maar dat ik gewoon daar vrede in kan vinden. En dat ik toch iets, ja, dat je toch betekenis kan zijn voor iemand anders. Ja. Wat zijn nou op dit moment de lichtpuntjes in je leven? Ja, mijn vriendinnen sowieso en mijn ouders. Ja, mijn kip ook. Oh, je kip. Ik verwacht een heel veel... Sorry. Ik verwacht vriendinnen en ouders, maar de kip die komt er heel onverwacht. Ja, die zie ik elke dag. En dan is ze zo blij om mij te zien. En dan kan ik zo blij zijn. En dan denk ik, oh, je bent zo blij dat ik er ben. Ja, dat vind ik zo fijn. Ik vind dit gesprek is volgens mij ook een beetje hoe jouw leven is. Aan de ene kant, ik zie je ook wel weer veel lachen. Maar er gaat soms wel door hele grote diepte heen. Ja. Heb je nou enig idee wie mij gestuurd heeft? Ja, geen idee. Ik ga gewoon eventjes degene erbij roepen. Het is wel iemand die je goed kent hoor, maar ik ga er even bij roepen. Hallo lady. Ah, ja, wij kennen elkaar intussen. Dat is zo grappig. Ik dacht, je zit op je werk. Hoi. Je wist het gewoon. Als er eentje verrast moet worden, dan ben jij het wel. Jij denkt altijd aan een ander. Je stuurt cadeautjes, brievenbuspost, ondanks dat je ziek bent. We hebben dik verdiend dat jij nu in het zonnetje staat. Oh, zo lief. Jouw moeder waardeert jou heel erg. Dat je altijd, ondanks jouw situatie, voor anderen open staat. Maar ik heb ook het gevoel dat je ouders ook echt superveel voor jou doen. Ja, anders had ik sowieso niet hier zo gezeten. Dan had ik ergens opgenomen moeten worden of zo. Ja, mama maakte altijd, zolang ik ziek ben, al mijn ontbijt. Dat ik, dat ik 's ochtends zo min mogelijk vermoeid raak al. En papa brengt me overal naartoe waar ik moet zijn. Ja, super dik bedankt ook. Ja, dat doen we uit liefde. Ja. Dat doen we, ja. Dat sprak mij dus heel erg aan. Er is dus enorm veel waardering en liefde voor elkaar. Maar goed, je moeder heeft jou opgegeven, ja. Dus jij, voor jou heb ik nog een leuk cadeautje. Het is een tegoedbon, €100 om te besteden in een favoriete tuinwinkel. Ik noem nu de naam even niet, maar die ga ik je nog doorgeven. Hm. Ik weet dat het voor jou allemaal best wel veel prikkels zijn, maar er is een afspraak gemaakt om een bepaald tijdstip, als het heel rustig is, om daar een keer naartoe te gaan. Echt? Oh. Ja, en maar gewoon leuke dingen te kopen waar je heel erg gek op bent. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, bedankt. Oh, dat wilde ik zo graag. Nou, hè. Ja. En ik wens je heel erg toe dat het de komende jaren toch misschien met stapjes weer steeds beter gaat. Ja, ik hoop het ook echt. Dan ben ik heel erg blij dat we jou en jullie allemaal een beetje blij gemaakt hebben. Ja, en nou zit je te kijken en dan denk je, ja, zou ik ook wel willen. Nou kan ik niet bij iedereen langs gaan natuurlijk, maar ik kan wel tegen iedereen die kijkt zeggen, kijk ook even in je eigen omgeving. Misschien zijn er mensen die net een beetje extra aandacht en liefde nodig hebben. Stuur een kaartje, een telefoontje of nodig iemand uit. Heb je nog behoefte aan leuke creatieve tips? Ga dan even naar de site eo.nl/kerst. Goed gedaan. Ja, leuk hè? Ja.